46, 47, een fenomeen geboren, nee, die werd niet geboren, hij stond opeens op, want hij was er al. En die heeft de banjo omgevormd tot een toppelinstrument. Met drie vingers, en dat noemt de three finger picking. En die kerel was Earl Scruggs. Dat zegt hij was persoonlijk niks, maar het is ook een van de grondlegers van de rock and roll en van al die hedendaagse muziek. Was 6 uur later. samen met blues is bluegrass eigenlijk de basis van de rock. En nu kunnen we nu. Earl Scruggs.